Zo, lieve mensen, hier een korte info over innerlijke communicatie. Dit is een informatiesessie waarbij er diep wordt ingegaan op de wijze van communiceren. Velen van ons denken dat communiceren begint bij het uiten van woorden, het uiten van handelingen, zodat wij de buitenwereld laten zien wat we willen of niet willen of hoe we voor iets staan. Maar de waarheid is dat communicatie veel eerder begint. Het begint bij het maken van overwegingen en die overwegingen leiden tot keuzes. Die keuzes leiden tot handelingen, het kiezen van woorden, het kiezen van acties. En al deze zaken gaan nu onze realiteit bepalen. En wij gaan nu in onze realiteit moeten bewegen met een bepaalde mate van pijn of gelukzaligheid. Dus het is heel belangrijk om te weten wat ons beïnvloedt, want dat gaat onze keuze bepalen en hoe wij daarmee omgaan. Want uiteindelijk hebben wij maar één leven en de manier waarop wij daarmee omgaan. Dus tot in hoeverre ben jij bewust van de keuzes die je maakt? Waarom maak je bijvoorbeeld pijnlijke situaties mee, maar kies je keer op keer weer voor diezelfde soort situaties? Bijvoorbeeld een liefdesrelatie of een bepaald type persoon. Hoe komt het dat als deze type persoon op jou afkomt en met jou communiceert, je toch weer in dezelfde soort relatie gaat? Of hoe komt het dat je in de relatie bent en er veel pijn met jou gecommuniceerd wordt, maar je toch niet wil of kan loslaten? Als je meer wil weten hierover, maak contact, check het schema van de groepsessies, registreer je en het wordt zeker een informatieve avond.